Mijn naam is Jan Groen, ik ben directeur, oprichter, eigenaar van de Green Organics Groep. Van harte welkom hier op het eigenlijk een prachtig gebied, het strokentiltproject. In dit mooie project zit ook een deel van onze soja, biologische sojateeltproductie. En dat hier die soja geteeld wordt, heeft eigenlijk zijn oorsprong al sinds april 2018. Dat de provincie Flevoland bedacht heeft om de eiwittransitie meer kracht bij te zetten. Vanuit het project Growing Green Proteins, wat hier in Flevoland opgezet is om die sojateelt hier in stelling te brengen. Dat doen we nu met 10 telers, 8 biologische telers, 2 gangbare telers. Ja, met die telers die wij eigenlijk vrij eenvoudig konden vinden, zeg maar, om samen die sojateelt meer kracht bij te zetten en invulling te geven, om dat met elkaar in het Dutsoy Growing Green Protein project naar de markt te gaan brengen. Vandaag zijn we natuurlijk bezig om de soja te oosten. Dat vergt nogal wat planning. Ook de fabrieken moeten klaar voor zijn om de soja te ontvangen, want het wordt direct ingevroren. Daarnaast moet je zorgen dat de machines er zijn. Je moet zorgen dat het transport is. Maar dat is ook weer gelukt nu. Vandaar dat we ook de hele tijd doordraaien. We komen net uit de nachtdienst. We hebben de hele nacht doorgedraaid en ook morgen, vandaag draaien we de hele dag door. En gaan we eigenlijk van boer naar boer om alles van het land te krijgen. Om 7:30 zijn we begonnen, gisteravond. Vanaf 7:30 en zoals je ziet zijn we nog steeds bezig. En we gaan straks weer verder naar een andere teler en dan gaan we daar ook weer aan de slag. Het is echt wel een cadeautje om vandaag hier op 22 september te mogen staan, vol in de zon. En dan met ons sojaproject, Growing Green Proteins, komt eigenlijk alles samen.